Ik ben geboren om dingen op te zetten en niet om dingen te blijven managen. Het is nooit begonnen als een bedrijf. Het is begonnen als een initiatief om mensen aandacht te vragen voor het probleem. Samen met WEBS, de nummer 1 HubSpot-partner, maak ik een serie gesprekken over business transformatie. Een thema wat in mijn ogen voor elke ondernemer relevant is. In deze video een gesprek met de man achter de dopperflessen, Marijn Everaerts. Welkom bij CVD TV. Ja, Marijn, hart welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Alweer een tijdje geleden dat ik jou sprak. Ja. Hoe is het met je om te beginnen? Want ik las ergens dat je er soort van even uit was geweest. Ja. Dat was niet alleen voor de lol, begreep ik. Nee, nou, ik had het sabbatical genoemd. Want dat klinkt, dan krijg je allemaal applaus en dan zeggen mensen dat je het goed doet als ondernemer. Ja. Of als persoon in het algemeen. Ja. Maar ik zat er echt helemaal doorheen. Ik had, ik weet niet wat de definitie echt is van een burn-out, maar het was meer een burn-out dan dat ik zei van ik ga op vakantie als sabbatical. Ben je achter de oorzaak gekomen of werkt het niet zo? Nou ja, ik kan wel heel veel verklaringen bedenken en ook aantonen waarom zoiets zou kunnen gebeuren. Uh-huh. Maar het zit natuurlijk altijd wel in het beestje zelf hoe je er met verschillende situaties omgaat. Ja. Corona helpt niet in deze. Nee. Net daarvoor, een half jaar daarvoor, had ik een pand gekocht. Ja. En op de dag dat de eerste lockdown inging, toen had ik dat pand, maar dan gesloopt aan de binnenkant. Met geen perspectief over wat er zou gaan gebeuren. Tegelijkertijd ging de omzet naar ongeveer 8 respectief. Dat is dat Oceans project. Ja. En daar zat een restaurant co-working in, toch? Ja, ook dat. Ja, ja. Ja, maar goed, dat was dus allemaal nog een wens. Ja, ja. Het was een leeg pand op het moment dat de eerste lockdown inging. Dus maar een leeg pand bleef voor onbepaalde tijd een leeg pand omdat het corona was? Geen idee. Nou, de eerste paar weken sowieso. Maar de bouw mocht al vrij snel weer verder, gelukkig. Okay. Dus de bouwsector heeft niet stilgelegen in corona. Omdat je veel in de buitenlucht werkt. Ja. Tenminste, ik neem aan dat dat de reden is geweest. En het was ons geluk in ieder geval dat eigenlijk alles door kon gaan. Maar het was wel een stressvolle periode. Ja, heel stressvol. Dus ik wist niet hoe dat pand ooit weer gevuld zou worden als je niet meer naar je werk komt. Of, en bij Dopper hebben we dus afscheid moeten nemen van, of niet dus, maar uiteindelijk de conclusie moeten trekken dat we 1 derde van de mensen hebben moeten laten gaan. En want wat is het directe effect van corona op dopperflessen even? Ja, in eerste instantie hadden we daar ook geen notie van wat dat zou kunnen zijn. Maar aan de andere kant, dopperfles is gemaakt voor on the go. Dus voor als je onderweg bent, neem je altijd je fles water mee. Natuurlijk, hè, je sleutels, je telefoon en een fles water. Ja. Als je thuis zit kun je gewoon een glas pakken uit de kast. Dus wat moet je dan nog met een dopper? Ja. Plus onze fles past niet door de brievenbus. Er waren heel veel mensen en werkgevers die cadeautjes stuurden naar hun werknemers. Maar daar past een dopper niet in een envelop, helaas. Ja. Er waren meerdere redenen. De retail was dicht. Even, want we gaan er niet een heel gesprek houden over burn-outs en over ellende. Maar wat zijn de lessen die je eruit getrokken hebt? Want zo te zien, ogenschijnlijk gaat het weer beter. Ja. wat zijn de lessen die je uit die fase hebt gehaald? In het algemeen, we zijn een keer eerder langs de rand van de afgrond gegaan. En ook toen zat ik niet helemaal lekker in mijn vel. Dus dat soort dingen komen blijkbaar allemaal samen. Mm-hmm. En de meest wijze les is dat, dat wist ik natuurlijk al. Maar dat je het werk makkelijk kan overlaten en dat je dus misbaar bent op de werkvloer. Ja, ja, ja. Sterker nog, ik was aan het micromanagen. Vooral het nieuwe restaurantconcept, wat eigenlijk al stond. Maar ik vond het ook nog nodig om de bestekjes recht te leggen. En de labeltjes juist naast het kopje. Het was een heel duidelijk signaal van de medewerkers die daar werkten. Mm-hmm. Van Marijn, je zit vreselijk in de weg, letterlijk. Want ik zat ook elke dag in het restaurant. overdag en 's avonds. Ik werd gek van mezelf. Dus een wijze les. Ik had goede mensen in dienst. Die heb ik nog steeds in dienst. Ook al bij Dopper was het eigenlijk al helemaal geborgd. Ja. Met een goed MT en een goede CEO. Maar ook eigenlijk bij het concept Oceans en Mama Gaia. Dus de coworking space en het vegan restaurant. Ja. Daar zat een goede en zit nog steeds dezelfde goede bedrijfsleider op. Waarom laat je het niet over aan de mensen die je daarvoor hebt aangenomen? Dat is de meest wijze les. En lukt dat een beetje? Nou, het mooie is dat toen ik terugkwam, ik eindelijk die berusting had van de toko loopt gewoon nog beter dan deed. Ja, 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 ja. Wie ben ik om me daar nog tegen aan te bemoeien? Dus doordat je noodgedwongen even afwezig was, kwam je daarachter? Ja, wat ik al door had ook bij Dopper, en daarom ben ik vrij snel op zoek gegaan naar een CEO of iemand die de kar daar wilde trekken, is dat ik ben heel goed in
het bedenken van iets. Mm-hmm. Ik ben ook heel goed in voor de troepen uitlopen. Ja. Dus ik ga soms iets te snel. Ja. Daar ben ik me van bewust. Maar ik ben geboren om dingen op te zetten. Ja. En niet om dingen te blijven managen. Dat is gewoon niet mijn, mijn sterkste kant. Nee. Duidelijke lessen. Ja. Laten we eens naar Doppel gaan kijken. Het blijft een fantastisch verhaal. Ik zei net aan het begin, hè, we maken met Webs deze aflevering. En zij houden zich bezig met wat zij dan business transformatie noemen. Nou, je kan het aan de ene kant als een hele abstracte term zien. Maar ik kan bij Doppel zomaar voorstellen dat als je het hebt over transformatie, dat je wel wat dingen hebt meegemaakt. Continu, ja. Laten we eens beginnen nou voor die mensen die voor de eerste keer het verhaal zien of horen nu van Doppel. Mm-hmm. Kun je ons nog eens even meenemen naar de prille geboorte van dit wereldmerk inmiddels? Ja. Het is begonnen uit frustratie. Ik denk dat dat ook wel een goed uitgangspunt is voor wannabe ondernemers of ondernemers die iets anders willen. Yeah. Er zijn zoveel dingen in de wereld die je frustreren, wellicht. Yeah. Doe er dan ook wat aan en zet die stap en pak die handschoen op en doe het. Zo is het letterlijk gegaan met single-use plastic op het strand in Bloemendaal, vlakbij Haarlem waar ik woon. Mm-hmm. Het tapijt aan plastic wat achterblijft na een zomerse dag. Dat was echt mijn grote frustratie. En ik begreep niet dat mensen die verantwoordelijkheid niet nemen. Maar het is zoals het is. Mm-hmm. Het komt in onze zee en het is out of sight, out of mind. En dat was echt mijn grootste frustratie. Maar ook mijn trigger om er iets aan te doen. Omdat je het niet meer ziet. Men laat iets achter op het strand. Dan denk je, oh ja, er ligt een petfles of een stokje van een ijsje. Maar de volgende dag is het er niet meer, want het is dicht in de zee. Ja, de zee heeft het opgelost. Ja, letterlijk. Ja, maar niet dus. Ja. Ja, het wordt dus. En toen, het is inmiddels nu 14 jaar geleden. In 2009 zag ik een documentaire over plastic soep. Ja. Voor het eerst, een mini-documentaire van 10 minuten. Toen vielen bij mij alle kwartjes zo van ja. Je ziet het niet meer, maar het is er wel. Het is bewezen dat alles wat leeft van de zee en de oceaan. Iets van plastic in zich heeft. Ja. Nou, plastic bevat chemicaliën. Dus is het ongezond voor het leven, voor het milieu en dus ook voor de mens. Uiteindelijk, dat is het alle begin. Precies, uiteindelijk gestart. Wat was zeg maar de eerste, laten we het eens een beetje cliché indelen, dan kom je in de start-up fase terecht. Ja. Dat is natuurlijk, ga met die banaan. Wanneer was het eerste moment, noem het dan maar even een transformatiemoment qua organisatie, dat je moest denken van wow, we beginnen nu echt wel te groeien en we moeten het een en ander in, zeg maar, in place gaan brengen. Ja, daar kom ik zo op, want er was een eerste transformatie nog ervoor, want het is nooit begonnen als een bedrijf. Het is begonnen als een initiatief om mensen aandacht te vragen voor het probleem. Ja, ja. En toen bij een sessie met een aantal andere ondernemers kwamen we er eigenlijk achter van als we willen dat het verandert, moeten we ook zorgen voor de oplossing. En toen heb ik een ontwerpwedstrijd uitgeschreven. En daar is Doppel uit voortgekomen. Put your money where your mouth is eigenlijk. Zo van, je kan wel maar prediken. Maar, En ik dacht één dag op een zeepkist, dan staat het in de krant. Maar zijn we het morgen weer vergeten. Ja. Het moet iets blijvends zijn. Nou ja, goed, dan fast forward. Ja. Anderhalf jaar later of een jaar later stond er een fles. Maar moest ik inderdaad gaan bouwen aan een organisatie. Dus dan begin je al aan de eerste structuren. Waarin we vooral werkten met mensen die bevlogen waren en een hart hadden voor de natuur. Ja. En we deden allemaal alles. Dus we deden met z'n allen de marketing, we deden met z'n allen de finance, we deden met z'n allen de evenementen. Ja, lekker man, start-up. En dat geeft ook een hele goede vibe en een goede kick. Ja. Maar ik merkte al snel, sowieso finance was een ding wat ik zelf niet leuk vond. Dus dat wilde ik sowieso ergens parkeren. Dat was de eerste professional. En dan begin je eigenlijk mensen op de plekken neer te zetten waar je in eerste instantie zelf niet goed in bent of wat je niet leuk vindt. Ja. En gaandeweg wil je jezelf ook vervangen op die plekken waar je zelf ook nog lol in hebt. Ja. Dat is eigenlijk binnen 3 jaar is het, 5 jaar is het eigenlijk die kant op gegroeid dat we steeds meer professionals gingen inhuren. Maar ik kom uit de horeca, daar zijn de salarissen super laag. Dus ik vond wat grotere bedragen, om het zo maar te zeggen, vond ik echt moeilijk om mee om te gaan. Maar goed, na die 5 jaar kwam er echt de transitie voor de echte professionals. Dus dat je echt een marketingmanager aanneemt die al ervaring heeft bij een groot bedrijf. Ja. En dan, dat zal maar even zeggen, echte salarissen gaat betalen. Ja, ja. Maar dat is ook de investering waard. Hè? Dus ik adviseer nu ook veel jonge ondernemers. Mm-hmm. En ik vertel eigenlijk hetzelfde verhaal. Probeer zo snel mogelijk dingen te outsourcen, maar echt aan professionals. En misschien niet fulltimer, maar dan met een freelancer. Wat natuurlijk nu normaler is dan 14 jaar geleden. Ja. Dus het is ook makkelijker om een expert in te huren. Ja, zonder dat je meteen de attachment hebt als werkgever dat je zo'n duur iemand op de payroll opstelt. Ja, maar je hebt wel een professional die echt goed advies geeft. Ja. Als je naar het vakgebied kijkt, hè, van en zo meteen nog verder in de reis van Doppel, hoor. Maar als je naar het vakgebied kijkt waar deze serie ook een beetje over gaat, het vakgebied marketing, sales, CRM, dus alles wat met klanten te maken heeft, zeg maar. Wie is jullie klant?
De kernklant. Ja, maar er zijn er meerdere volgens mij. Dat zijn er meerdere, ja. Dat klopt. Ja, we definiëren retail, de consument rechtstreeks, en B2B. Ja, hoe interessant is die laatste? En B2B is ook weer opgesplitst in resellers, dus die ook voor ons aan B2B-klanten verkopen. En wij verkopen ook rechtstreeks. En dat is in het begin 70% van onze omzet geweest. En dat heeft ook voor enorme groei van Dopper gezorgd. Maar het heeft ook vreselijk in de weg gezeten. Want je spreekt zelf veel op congressen. Ja. Je kan niet een congres bedenken 10 jaar geleden tot een paar jaar geleden. Ik heb 80 staan hier. Dat wou ik zeggen. Ja. Dus we zijn ons doel een beetje voorbij gegaan. Ja, hoe snel kreeg je die kritiek van mensen? Nou, best wel snel al. En het was ook ons wel duidelijk. Maar goed, we zijn van 115 resellers naar 3 resellers gegaan in Nederland. Okay. En de strategie in het buitenland is de total opposite. Dus daar is echt de consument die voorop staat in de aandacht en waar we ons op focussen. En dan via de retail of rechtstreeks. Okay. Dus die transformatie, als we dat benoemen, zo, dat hebben we ook doorgaan. En ook doorstaan. Maar een Dopper met logo heeft ook voor mij altijd iets heel dubbels. Een Apple laptop ziet er natuurlijk super slick uit met een mooi appeltje erop. Yeah. Waarom zou je eigenlijk nog een logo van een ander op zo'n mooie fles zetten? Het gaat om het iconische model van de Dopper waar je het verschil mee maakt. Maar goed, ik begrijp ook dat het mooi is om er wel een logo op te zetten. Ja, ja, ja. Ik zou ook trots zijn als ik bij een mooie bank werk of bij een leuke sportclub. Ja. Als dat logo erop staat. Ja. Waar hebben we het over vandaag de dag eigenlijk? Hoeveel Doppers zijn er? Worden er verkocht? We zitten over de 16 miljoen Doppers in 14 jaar tijd. Corona was natuurlijk een hiccup. Maar daarvoor hebben we volgens mij 2 miljoen flessen verkocht. De laatste paar jaar. En dat neemt nu weer die vorm aan. Mm-hmm. En nog veel is in Nederland. Sowieso de eerste paar jaar bij Dopper dacht ik van... als ik morgen wakker word, wordt waarschijnlijk geen Dopper meer verkocht. Ik weet niet waarom ik dat dacht. Begin ik het wel echt zo in Nederland. En ik denk van, nou, maar het is gewoon echt niet mogelijk... dat er nog zoveel Doppers worden verkocht. Maar het gebeurt wel. En het gebeurt wel. Ook omdat dat is een vervangingsvraag. We geven een soort van 10 jaar garantie op een Dopperfles. Ja. Maar dan heeft hij ook wel zijn beste leven gehad. Ja. Je kunt weer terug inleveren bij de winkels. Wij kunnen er weer nieuwe Doppers van maken. Maar dan willen mensen misschien nu een grotere fles of een ander soort. We zijn natuurlijk over de jaren ook andere flessen gaan produceren. Ja, ja. Omdat er gewoon heel veel verschillende soorten wensen waren. Ja, want ik zie, zeg maar, je had hem echt gewoon spontaan bij je. Maar hij staat bij je voet. Maar dat ding is een liter groot, hè? Ja, zeker. Ja, en we zijn eigenlijk best wel laat ermee. Want als je kijkt, in 2012 waren we al in Amerika. En toen was er al vraag om een grotere fles. En toen hebben we, wat is het, 800... Typisch Amerika ook weer. Ja. en in Duitsland trouwens ook. Ja, ja. Want daar lopen ze vooral studenten met een 1,5 liter petfles. Ja. Als waterfles in hun, in hun zak. Ja. Dus dat is in hun tas. Dus dat is mooi. Maar die 800 milliliter was eigenlijk ook niet groot genoeg. En als je nu ziet de trends, vooral in Amerika, is dat mensen rustig met de 1,5 liter op hun pink naar de yogales gaan. Ja. Dat verbaast me altijd. Maar mensen slepen dat dus inderdaad mee. Maar ik moet zeggen, nu we de literfles hebben, het is goed om 2 liter te drinken per dag. Precies. Nou ja, als je er 2 op hebt, dan weet je in ieder geval dat je goed zit. Ja, talking to, ik heb nu nog geen Dopper overigens, want deze is, hij is nieuw. Maar ik klopt, zo werk ik er ook mee. En ik werk veel thuis. Ja. En om elke keer naar die kraan te lopen. Dus ik vind het fijn om zo'n groot fles. En dan weet ik, als ik er 2 op heb, dan heb ik 2 liter op. Precies dit. En bij 4 kleine doppertjes, dan denk je, oh ja, ben een beetje de tel kwijt. Ja, precies dat. Ja. Hey, zo meteen even terug naar het vakgebied. Maar even één zijstapje toch over het onderwerp duurzaamheid. En sustainability en zo. Mm-hmm. Want ik hoor mensen die nu kijken en luisteren het denken van wat een aantallen. Mm-hmm. En die verdwijnen in keukenkastjes. En hoe duurzaam is Dopper als businessmodel? Als businessmodel? Ja, nee, bedoel, bedoel want het is een soort van plastic. En, snap je? En er zijn er heel veel die niet worden gebruikt. En wat gebeurt er als ik ze weggooi? Hoe meet jij de sustainability van het hele verhaal? Zeker. We hebben een R&D-afdeling die daar elke dag nog steeds mee bezig is. Ook met het verbeteren van de fles. Mm-hmm. Niks meer van de oude Dopper is wat het nu is. We hebben gebruik gemaakt van andere materialen gedurende de jaren. En wat voor mij super belangrijk was vanaf het begin, is dat het bedrijf
aan de voorkant moet kloppen. Dus onze missie klopt. Hè. We willen af van verpakt water, dat mag helder zijn. Ja. En iedereen aan schoon drinkwater helpen. Maar aan de achterkant moet het ook kloppen. Je kunt niet met een vervuilende fles zeggen dat je kraanwater moet drinken. Dus al vanaf het begin zijn wij cradle to cradle gecertificeerd. Of waren daar in ieder geval toen mee bezig. Nou, dat was eerst brons, want niet alles klopte. Toen was het zilver, klopte er al wat meer. En vorig jaar hebben we het certificaat gold gekregen. En vanaf het dag 1 hebben we de volle verantwoordelijkheid genomen voor de fles. Dus je hebt hem altijd terug kunnen inleveren bij ons. En wij hebben altijd gezocht naar van hoe kun je dat dan het beste recyclen. Okay. Nou, eerst konden dat niet in doppers gerecycled worden. Dus werden dakkoffers en plantenpotten. En inmiddels kunnen het ook, dat heet chemische recycling. Maar dan kun je het materiaal weer terugbrengen tot de kern. En dan worden het weer pellets. En daar kun je dan weer aan de dopper materialen toevoegen. En pellets, voor de duidelijkheid, dat zijn geen pellets van hout. Niet van hout, dat zijn van die kleine korreltjes. Goed. Hey, ja. Terug even naar het hele vakgebied van marketing en sales. Kun je ons eens meenemen in hoe jij... want jij bent, even voor de duidelijkheid, ben jij operationeel nog betrokken bij dopper? Nee. Nee, maar je weet nog wel... Ik weet veel wat er gebeurt. Precies. Exact, als we kijken naar marketing en sales, hoe hebben jullie dat? Hoe werkt dat bij dopper? Het is goed om te beginnen bij hoe we onze missie bewaken. Ja. En hoe we ook onze bedrijfsstrategie vormgeven. Mm-hmm. Is wij zetten steeds doelen over 4 jaar. Vaak wordt dat in 5 jaar uitgedrukt. Maar wij willen elke 4 jaar de gouden medaille halen op de Olympische Spelen. Vandaar 4 jaar. We schuiven het wel elk jaar 1 jaar op. We gaan wel naar de Olympische Spelen in Frankrijk, maar volgend jaar is er voor ons ook een gouden medaille te halen. Ja. Daarin stellen we doelen. En als dat letterlijk Parijs is, zoals dat was, een aantal jaar geleden van de Olympische Spelen in Parijs komen eraan. Wat gaan wij doen in Frankrijk? Is Parijs de juiste stad? Of is er een andere stad die meer Olympische betrokkenheid heeft? Of waar het probleem het grootste is. Hè. Je kunt denken aan alle stranden in Frankrijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk hebben we toch voor Parijs gekozen. Nou, dan moeten we zorgen dat we daar de juiste partners aanschakelen die onze missie ondersteunen. Zo hebben we met het Parijse Watergenootschap contact. Of contact, daar hebben we een contract mee. En verschillende musea die watertappunten voor ons neerzetten. En we moeten natuurlijk op ooghoogte in de winkel staan die ook onze missie hier ondersteunen. En dat is eigenlijk de manier en de strategie hoe wij steeds naar onze doelen toewerken. Mm-hmm. En hoe dus marketing en sales en alle andere afdelingen eigenlijk bij elkaar komen. Ja, ja. Dus we noemen dat het Olympisch model. Dus we kijken 4 jaar vooruit, wat willen we dan bereiken? Maar als je het afbelt naar het aankomende jaar, zodat je weet wat ieder individueel teamlid moet doen om bij te dragen in die gouden medaille, pellen we dat elke keer af. Zo, oké, het wordt Parijs, maar welke wijk in Parijs of welke winkel in Parijs? Hoeveel geld hebben we nodig? Finance. Hoeveel mensen hebben we nodig? HR. Mm. En zo stellen we doelen. En niet die afdelingen, maar die doelen, dat zijn er 5. De Olympische ringen. Die je hebt echt alles opgehangen aan die metafoor. In elkaar. Okay. En dat werkt super inspirerend voor de medewerkers. En daar komt een one-page plan uit. Dat is gedistilleerd uit de Rockefeller Habits. Ja. Een van de grootste vervuilers van deze wereld. Ja. Maar wel een goede manier van werken. En in dat one-page plan heb je eigenlijk een overzicht wat er gebeurt met je bedrijf. Maar daar draagt ook iedere individu als medewerker ook aan bij. Ja. Dus de plannen ver weg, die worden we met z'n allen gemaakt. Ja. En uiteindelijk kiepen we het hele zaakje om en bepaalt de medewerker hoe we die doelen gaan... Hoe tot op medewerkerniveau? Of zeker. Tot op team? Okay. Ja, want iedereen heeft zijn eigen one-page plan. Iedereen is een Olympische speler binnen ons team. Dus als jij de goud wil halen op de Olympische Spelen, dan zul je daar een plan voor moeten hebben. En je kunt niet... Dus eigenlijk is je bedrijfsmissie... Uiteindelijk connect je hem tot op het persoonlijk ontwikkelplan bijna van alle collega's. Ja, ook omdat iedereen is anders. Maar uiteindelijk zijn de doelen wel hetzelfde. En iedereen heeft waarschijnlijk ook een andere weg om daar te komen. Maar op een gegeven moment moet het toch, net zoals bij een voetbalteam, moeten toch al die posities op de juiste manier gevuld worden. En je moet weten wat je taak is. En hoe je zelf daar de meeste lol uit haalt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. Ik bedoel, als het top-down is, dit gaan we doen. En zo moet je een gouden medaille halen. Dat gaat niet werken. Zo doet een topsporter dat ook niet. Het is een eigen drive die erin zit.
om dat doel te gaan halen. Hey, en even een bruggetje naar technologie. Hè, want Webs is HubSpot partner. Nou, even los van of het nou HubSpot is of whatever, wat voor een tool. Maar volgens mij gebruik je zelfs HubSpot. Moet je kijken. Hoe belangrijk is tooling en data, zeg maar technologie, binnen dit hele speelveld? Even dan ook richting die klant. Nou ja, het is intern en extern super, super, super belangrijk. We zijn natuurlijk begonnen met, of niet natuurlijk, maar begonnen met een Excelletje. Ja. Maar wat daarin ook met het Olympisch model ook is, is het ventileren van je doelen die je hebt gewoon op een dag. We deden dat in een kringetje, waarin je ventileert wat je doet. Maar dat schreven we ook op in een overkoepelend programmaatje. Mm-hmm. Zodat iedereen dat inzicht heeft van dit zijn mijn drie dingen van vandaag die ik wil doen. Dit is het ene ding waar ik tegenaan loop. Zodat het inzichtelijk is, en onder andere met HubSpot, maar ook met andere programma's. Ja. Hoe meer het inzichtelijk is en hoe meer je kan delen met elkaar en een platform hebt waar dat allemaal bij elkaar komt, mm-hmm. hoe helderder is hoe je aan je doelen kan werken. Ja, en hoe het real-time ermee staat. Ja, dat is ook superbelangrijk, want het was van een one-page plan boek van iedereen waarin een Excelletje dingen stonden af te tekenen. En dat is natuurlijk nu allemaal digitaal geworden. Ja. Ik ontmoet ook wel eens bedrijven, benieuwd hoe jij daar tegenover staat. Hè? Want jullie zijn, ik noem maar even een moderne organisatie. Hier spreekt wel een eigenaar of gedeeltelijk whatever, ik weet niet wat je bent nog precies. Maar jij bent Mr. Dopper voor mij. Mm-hmm. Een visie uit die ook eigen tijdsvorm gegeven wordt met moderne technologie, blablabla. Ik spreek ook best wel eens ondernemers. Ja, die traditioneler zijn. Een metaalbedrijf of een tractoronderdelenbedrijf. Je wil niet weten wat die dan aan geld verdienen. Gaat prima. Mm-hmm. Maar die werken echt nog met een Excel. Ja. En die hebben de fax nog bij wijze van spreken op kantoor staan. Mm-hmm. Stel dat die dit soort moderne technologieën zouden inzetten. Zou dat daadwerkelijk nog een positief effect hebben op de bedrijfsvoering? Of denk je dat er ook bedrijven kunnen zijn die gewoon tientallen miljoenen omzet draaien op een Excelletje? Nou, wij werken samen met niet miljoenen, maar miljardenbedrijf, VDL. Ja, Onze dopper wordt geproduceerd in Emmen. Hoofdkantoor staat in Veldhoven, Eindhoven. Ja. Nou goed, op een gegeven moment heb ik de stap ook genomen naar het hoofdkantoor. Maar toen ik voor het eerst in Emmen kwam, daar waren de schermen nog zwart met groene letters. Daar werd gewoon nog gewerkt in DOS. En dan praat je niet over echt heel lang geleden? Nou ja, dat was wel echt aan het begin van dopper. Maar goed, dat is 10, 12 jaar geleden. Toen Windows al bestond. Inmiddels hebben ze wel modernere programma's. Mm-hmm. Maar de achterkant is nog wel super traditioneel. En daar botste bij mij ook wel een beetje van, beweeg een beetje mee, wees flexibel. Mm-hmm. Nee, dit is het. En hier moet je het mee doen, Marijn. Het werkt. En zo groeien zij gestaag tot een miljardenbedrijf. Dus hebben om het juist zo simpel mogelijk te houden, maken zij, is het super inzichtelijk. Ja. Dus wat is de conclusie hier dan uit? Dat het ook zo kan? Het is maar net hoe je... Weet ik niet wat hier een conclusie uit is. Nee, precies. Er zijn meerdere waarheden in ieder geval. Ik vind het juist wel mooi om met zo'n traditioneel bedrijf te werken. Ja. Terwijl ze werken ook in opdracht van de klant. Dus die wil wat. En zij zeggen van oké, dit kunnen wij dan daarvoor leveren. Ja. En daar zijn ze best wel rigide in. Mm-hmm. Maar daardoor ook superhelder wat de boundaries zijn. Ja. En ik kom uit de horeca. En als je ontvangen wordt in een hotel, dan kan alles voor de gast. Ja. Maar daar kan... Ja, het klinkt niet aardig, maar je hebt het gevoel dat het minder kan. We hebben, daardoor is het wel super duidelijk wat je krijgt. Gebaseerd op het Henry Ford principe van we hebben één kleur en het is zwart. Oh ja. Terug naar jou. Waar sta jij zelf? Hoe ben jij zelf getransformeerd, noem maar even. Waar sta je nu? Want je noemde al Oceans, Mama Gaia, een vegan restaurant. Hè? Dus dat is een duidelijk overkoepelend thema. Je doet coaching voor bedrijven, ook die aan de slag willen met dit soort materie. Vul het eens in, wat ben je allemaal aan het doen? Waar sta je? Ik kwam van een freelancer in mijn eentje werken naar een bedrijf met 70 mensen. Nu zijn we weer wat gedownsized. Mm-hmm. Dat is ook voor mij een hele transformatie geweest om echt met medewerkers te werken in plaats van als freelancer mensen in te huren. Ja. Vond ik super interessant en dat heeft me ook met de neus op de feiten gedrukt, zoals ik net al zei. Ben ik een leider die vooruitloopt en dingen bedenkt of ben je een manager? Nou, ik ben zeker geen people manager. Nee. Ik ben best een aardige fan, ik ben heel slecht in het onderhouden van relaties en om daar dan ook nog positieve dingen uit te krijgen. Net als Robbie Williams ben ik met mijn solo carrière begonnen. Na Take That.
omdat ik misschien me daar ook goed bij voel. Maar ik heb zoveel wijze ondernemerslessen meegenomen van de afgelopen jaren dat ik dat graag wil delen. Ja, ik wist het niet toen ik met Dopper begon, maar ik ben onderdeel van de transitie van de petfles of het verpakte water geworden. En helaas gaat dat niet heel erg snel nog. Dus onze strijd is nog harder dan het al was. We zijn nu ook meer een witty activist geworden, want nu kappen ermee en we willen echt nu verandering. Ja. Maar ik heb ook gezien, ik kom met zoveel mooie dingen en initiatieven in aanraking. Maar ik zie ook zoveel problemen dat ik dacht, er zijn nog meer dingen op te pakken. Mm. Waaronder dus de vleesconsumptie, maar ook de vis. Want ik zeg tegen in elke vis zit plastic, waarom zou je het eten? Mm. Dus ik ben over de jaren vegetariër naar vegan gegaan. Mm-hmm. En er was geen goed restaurant in Haarlem wat plantaardig eten serveerde. Dus ik dacht, met mijn horecaervaring doe ik dat even. I want to veganize the world. De wereld is ook op dat gebied moet het veranderen. Dus dat is wel een thema geworden in mijn leven. Inderdaad, dat ik denk van er moet iets gebeuren in de wereld. Er moet iets veranderen. Ik pak graag de handschoenen op om daar iets aan te doen. En vandaar dus een fine dining plantaardig restaurant in Haarlem. En hoe loopt dat? Boven verwachting goed, moet ik zeggen. Dus we zijn in COVID geopend en gesloten dus. Ja. En we hebben vorig jaar het eerste echte jaar gedraaid. En we hopen dit jaar break-even te draaien. Okay. En aan het aantal gasten ligt het niet. Het is nog steeds groeiende. Ik ben super dankbaar voor alle mensen die komen. En het is wel heel grappig om te lezen ook. Ik wilde gewoon dat mensen kwamen voor een mooie avond. En niet in de gaten hebben dat ze plantaardig eten. Ja. Gewoon lekker eten. Dus we krijgen nu regelmatig reserveringen binnen. En dan staat erbij 2 keer geen vis. Of liever geen kaas. Of allergisch voor vlees. Ik noem maar wat. En dat is eigenlijk het mooiste compliment wat we kunnen krijgen. Ja. Want het betekent dat de transitie naar vegan wordt omarmd. En dat mensen bij ons gewoon komen om lekker te eten. Ja. En ook weer een business transformatie straks naar groei. Want ik kan me voorstellen dat dit uitstekend gecopy-paste kan worden. Ja, inderdaad. Te verre was nog niet droog van de coworking space Oceans. Waar Mama Gaia in zit. En Dopper natuurlijk. Mm-hmm. Toen zei ik tegen de projectmanager. En nu gaan we doorpakken. Dus we hadden bijna een contract getekend met de Universiteit van Amsterdam om daar een on-to-go concept van Mama Gaia neer te zetten. Maar toen dacht ik van, volgens mij word ik dan een uitzendbureau en ben ik alleen maar bezig om mensen te organiseren. Ja. Maar ik ben met serieuze gesprekken bezig met een partner om inderdaad dit verder uit te rollen. Ja, snap ik. Ja. Ben jij financieel onafhankelijk eigenlijk? Er zit op het pand zit een lening. Ja. Maar in principe ben ik financieel onafhankelijk. Want je hebt Dopper verkocht. Nee. Daar niet zeker van. Gewoon, maar hoe weet je? Als in welke zin bedoel je afhankelijk? Nou, financieel afhankelijk dat je niet meer hoeft te werken voor het geld. Oh zo. Dopper is nog vol in mijn bezit. Dus als het niet goed gaat, dan voel ik dat. En als het goed gaat, dan voel ik dat ook. Ah, oké. Okay. Wat ik bedoel in plat Nederlands, je moet nog werken voor je centen. Of hoeft dat niet meer? Dat is altijd een lastige vraag voor ondernemers op een of andere manier. Het houdt me ook totaal niet bezig. Nee, precies dat. En ik denk, toevallig was er, volgens mij is een reclame nu op tv, gaat over het pensioen. En toen dacht ik, maar ik heb eigenlijk nog steeds niet goed nagedacht over mijn pensioen. Al moet ik wel zeggen dat ik natuurlijk het pand heb ik gekocht, Oceans. Ja. En ik heb een huis in Frankrijk, dus het zit in stenen en in hout. Ja, ik heb geen idee of ik daarmee rond kan komen. Dan moet ik eens een keer op een briefje gaan zetten. Als je oud bent geworden ooit. Ja, precies. Ja. Ja, want dat is ook zoiets. Ik ben nu 51. Ja. Dus af en toe komt er wel zo'n pop-upje. Dan denk je, misschien is het nu al tijd om eens erover na te gaan denken. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Leuk je weer ontmoet te hebben. Heel veel succes met alles wat je doet. En namens Webs, de nummer 1 HubSpot agency, dankjewel dat jullie deze serie mogelijk maken. En dan kan ik dit soort prachtige gesprekken maken, zoals met Marijn Everaerts van Dopper. Dankjewel voor het kijken. Vind je dit soort gesprekken nou tof, dan hieronder, en je zit op YouTube te kijken, vind je de button om ons te volgen. Dat vind ik super fijn, want dan kunnen we nog meer mooie gesprekken maken. Ben je aan het luisteren op je podcastkanaal, ook daar kun je 7DTV volgen. Nou, nogmaals, namens Webs, dankjewel voor het kijken en het luisteren. Hoi! I'm